Dag Tiamo Rozen, wij hebben net kennis gemaakt. En jij bent hier al, hoe lang ben je hier eigenlijk al bezig geweest in de zaak? Ik denk een maand, anderhalf maandje ben ja. ik hier. Ja, want ik zag inderdaad de ramen afgeplakt en denk, daar komt een nieuwe zaak, dus daar ga je op zoek. Hè. Maar Trends heet jouw winkel. Ja, en, ja, jij doet dames- en herenkleding. Als ja, ik en het, schoenen. En schoenen, ja. Die zie ik daar staan. En dat zijn vrolijke modellen. Zijn die van een speciaal merk of is dat... Ja, sommige zijn BK en je hebt Adidas ertussen, toevallig. Ja, en je kleding, want ja, ik zie van alles en nog wat. Ik zie trainingspakken, spijkerbroeken, maar ook... Ja, gewoon leuke kleding voor in de zomer, voor niet te duur, dus dat is heel leuk. Een beetje het middensegment doe jij, ja. En die trainingspakken, zijn dat nog bijzonder of is dat... Nee, zijn gewoon trainingspakken zonder logo. En als je een logo op wilt, dan kan ik dat ook nog doen. Kan ik het voor je drukken. Ja, want dat vond ik heel interessant. Dat hoorde ik iemand zeggen. Dat jij, want jij hebt je bedrijfje al wat langer. Ja. Ik ga nu voor mijn derde jaar. En hiervoor deed ik alleen bedrukken van zakelijke kleding of particulier. Maar ja, nu ben ik een stapje groter gegaan. En doe ik ook nog kleding daarnaast verkopen en schoenen. Ja, want dat betekent dus ook als ik een bijvoorbeeld, ik ben altijd dol op gekke logootjes op gewoon een simpel wit shirt of zo. Maar dan kan ik gewoon bij jou ook één ja. shirt bestellen. Ja, er zit geen minimale bestelling aan. Je kan eentje of je kan 100. Dus als ik een voetbalteam heb, kan ik ook zeggen van ik wil voor mijn hele team een leuk. En wat kost een shirt dan? €14,95 per truc. Oké, en dan koop je het shirt ook bij jou of moet je die dan zelf? Ja, je kan ook, je kan ook zelf je shirt, bijvoorbeeld voetbalclubs nemen zelf hun shirts mee. En die bedruk ik dan. Maar ja, je kan beter gewoon bij mij een shirtje kopen en dat ik hem dan voor je bedruk. En dan vraag ik dan altijd, want ik heb natuurlijk alle vertrouwen in de kwaliteit. Maar vroeger kon je dat ook op de braderie laten doen, als je drukken. En dan was het wel na 4 keer was het eraf. Blijft dat bij jou goed zitten? Ja, bij mij blijft het goed op. Ik heb nog niet iemand gehad die zegt, ja, je bedrukking is niet goed. Nee, dus je drukt het er echt een beetje in het shirt. Ja. En dat doe je gewoon ook hier in de winkel? Ja, dat is mijn werk. Dus mensen zijn ook gewoon welkom om daarvoor binnen te lopen hier zo? Ja. Hey, en nu heb je morgenavond heb je een receptie en dat is dan de officiële opening eigenlijk? Ja, van 6 tot 9 heb ik een opening. Ja, iedereen is welkom. Nou, dat is altijd goed, hè? Ja. Hapje, drankje zeker en lekker muziekje. Je hebt de muziek nu even uitgezet, maar ik hoorde dat je er wel van houdt. En op welke dagen ben je allemaal geopend? Gewoon de hele week? Gewoon de hele week en dan zondag ben ik dicht. En dan maandagmiddag ben ik open. Nou, oké, super. Dat is goed om te horen. Nou, ik wens je heel veel succes hier zo en dankjewel voor je toelichting. Ja, dankjewel.